Dames en heren, welkom bij het Nieuwscafé. Het is weer de eerste vrijdag van de maand en dus is er weer Nieuwscafé. We beginnen met Jean-Paul Bunschoten. Welkom, jij bent hier omdat je een culitop hebt georganiseerd of bent dat organiseren. Kun je eens vertellen wie je bent en wat je hebt met eten? Ja, heel veel in principe. Wij zitten hier in de Weijer zitten we met de Cas Spijkers Academie. En de Cas Spijkers Academie, nou ja, Cas Spijkers, dat zegt het al. Er is alleen nog eigenlijk een glaasje vrolijkheid hier aan tafel voor ons. Maar misschien komt dat nog. Maar in ieder geval, wij gaan de culitop gaan we organiseren. Vooral de studenten gaan het organiseren. Natuurlijk wel onder begeleiding. En we hebben dat al 2 keer eerder hebben we dat georganiseerd in Nijmegen. In de vereniging in 2010 en 2011. Hebben we 2 jaar hebben we even pauze gehad. En wij komen vanuit het klooster Elsendaal in Boksmeer. En we hebben de gelegenheid gekregen om dus nu hier in de Weijer onze huisvesting te vinden. En die hebben we ook gevonden. En het is ook een prachtige mooie locatie waar we ons nu in bevinden. En daar zagen we dus ook meteen de mogelijkheid om dus die culitop, wat gewoon sterk qua naam is en ook vooral sterk qua inhoud is, om dat dus door te zetten. En dat gaat dus gebeuren op 20 mei op een dinsdag. Dan kun je vertellen wat een culitop is voor de mensen die het niet weten? Ja, zeker weten. Dat is zowel het is beleven, het is proeven, het is doen. En alles om eten, maar vooral om de asperge, het witte goud. En dat wordt georganiseerd door studenten. Dat is zowel, wij verwachten van de gasten, verwachten we ongeveer de helft van de gasten verwachten horeca gerelateerd. Daarom is het ook om een dinsdag. En de helft van de gasten natuurlijk vanuit het Boksmeer en de omgeving. Maar je zegt horeca gerelateerd, dan heb je het over restauranteigenaren en dat soort mensen. Precies, chefs. He, die zich niet alleen interesseren natuurlijk voor de nieuwe technieken en dergelijke. Want we laten veel noviteiten laten zien wat we met asperges kunnen doen. Er komen ook een aantal topchefs komen voorbij die demonstraties gaan geven en dergelijke. Dus het is vooral kennis delen. Het is natuurlijk ook netwerk. Maar het is ook voor de studenten is het een prachtige mooie uitdaging om met dit project af te studeren. Het is echt een afstudeerproject. Studenten organiseren het helemaal, hè? Studenten organiseren het allemaal. Ik zit dan wel een beetje beneden in die trechter, zeg maar. Maar studenten organiseren het allemaal. En het is vooral heel erg belangrijk qua plannen en organiseren. Dus dat de studenten, en Cas die zei het vroeger ook altijd, en Cas is toch wel een klein beetje het voorbeeld, hè, hoe het ook af en toe wel eens wat mis kan gaan qua ondernemer. Want een kok is nog niet een ondernemer. Maar wij willen dus de studenten die dus leren voor kok, dus zelfstandig werkend of gespecialiseerd kok, dus dat ze ook een stukje ondernemerschap meekrijgen in hun rugzakje. Dus dat als ze later een zaak beginnen, dus dat ze in ieder geval die dag de culitop in ieder geval niet zullen vergeten en vooral de valkuilen en vooral het ondernemerschap. Is het een hele dag of is het een avond? Het is vanaf 3 uur. Ja, en hoe werkt het? Als ik daar naartoe zou willen, hoe... Dan koop ik een kaartje ergens of kan ik er niks naartoe? In ieder geval moet je ons natuurlijk gewoon volgen op Facebook. Mm-hmm. Daar begint het allemaal mee. Ja, maar niet iedereen doet dat. Niet iedereen doet dat. Wij gaan aanstaande dinsdag intensief flyeren. Met heerlijke hapjes. Bijvoorbeeld in het centrum van Boksmeer en in de omgeving. Dus de studenten die gaan dus echt werven. Mm-hmm. Die gaan laten zien. Die gaan bij de middenstand, bij de zaken vragen of we een mooie poster mogen ophangen. Het publiek zal er zeker mee in aanraking komen. Wat krijgt het publiek dan te horen? Want dan is het 3 uur 's middags op dinsdag. Ik denk, ik ga er naartoe. Ja. En dan betaal ik niets. Niets. Nee. En dan krijg ik, ga ik met een buik vol met asperges naar huis. Nee, de entree is voor niets. Dus die is gratis. Ja. En daarna gaan we alles beleven. En wat bedoel ik met beleven is vooral zelf doen ook. Wij willen graag de gasten uitnodigen en dat met behulp van de studenten. Dus dat de gast zeg maar ook een oester een keer gaat openen. Asperges gaat schillen. Bonbons gaat maken. Kun je me één tipje geven wat je nog meer met asperges kunt doen dan ze afschillen in de pan gooien en een half uur later opeten?
Ja, ik heb wel meerdere tips, maar wat bijvoorbeeld heel erg trendy is tegenwoordig, en ik heb zelfs gehoord dus dat je er perkament van kan maken, maar dat is dan minder eetbaar, zeg maar. Daar mag je dan naar kijken. Nee, maar zeker in een rauwe toestand bijvoorbeeld, wordt heel veel verwerkt in de hedendaagse gastronomie. In rauwe toestand, door te marineren, door onder druk te zetten. Dus dat er een asperge is natuurlijk vrij neutraal van smaak. Je moet er vooral veel smaak kan brengen, maar het is zeker een hele gezonde groente. En het is ook een hele klassieke groente. Een rauwe asperge. Dus met, je zou een rauwe asperge, die je dun schilt, zou je dus onder druk en door verschillende zuren, zou je die dus ook kunnen garen. Okay. Dus ook, het is niet altijd maar een hittebron die iets kunnen garen, maar ja, ik zou zeggen, want er is nog veel meer te leren. Ik zou zeggen, kom zeker langs. Okay. En dat willen mijn studenten dus ook overbrengen. Okay, dus die kennis, die willen ze graag overbrengen aan de gast. Dus het is zeer interactief. Stap even over naar de buurman. Ja. Koert Smedema, misschien mijn microfoon ook even overstappen. U staat aan de basis van Burgondisch Boxmeer. Ja. Is ook over eten. Ja, klopt. Ik denk dan meteen... Er is ook een link, want de Cas Spijkers Academie is dit jaar weer deelnemer ook aan Burgondisch Boxmeer. Wij organiseren als Rotary Club Burgondisch Boxmeer dit jaar anders dan andere jaren niet in het weekend van Pinksteren. Dat viel op, ja. Maar het weekend voor Pinksteren, het weekend na Hemelvaart. Concreet betekent dat gewoon 31 mei en 1 juni. En waarom? Dat is dan een dag korter? Of? Nee, het is eigenlijk even omdat we niet op deze locatie terecht konden vanwege een andere bezetting in het Pinksterweekend. En het gaf ons de gelegenheid om een keer iets te gaan proberen. Omdat we in het verleden toch ook zeker bij het uitnodigen van deelnemers veel hoorden van ja, dat Pinksterweekend is voor ons juist lastig om op twee plekken tegelijkertijd te zijn. Mm-hmm. Dus dit was een goede combinatie om het een keer te proberen. En gelukkig had ik een keer de voorzienigheid om vooruit te kijken wanneer het WK was. En dat was blijkbaar het weekend na Pinksteren. Mm-hmm. Ik denk, dan heb je ook een probleempje. Zeg maar. Zou je kunnen krijgen, ja, als je niet een heel groot scherm neerzet. Ja. Wat gaat gebeuren dit jaar? Nieuwe dingen? We hebben in ieder geval een aantal nieuwe deelnemers. Dat is heel erg leuk. We hebben een Smaak uit Kuik komt er onder andere bij. La Casquette uit Milsbeek. De Cas Spijkers Academie is terug van weg geweest. Dus dat is in ieder geval een stukje vernieuwing in het deelnemersveld. En wat we wat anders gaan doen, hoewel dat eigenlijk al een beetje automatisch gebeurde, maar daar gaan we een beetje meer de nadruk op leggen. De zaterdag wordt een avond waarbij ook echt gedanst kan gaan worden. We hebben een ontzettend goede DJ kunnen inhuren, die normaal gesproken in het land staat voor Radio Veronica en de hele grote 90s Classics feesten organiseert en draait. En op zondag beginnen we 2 uur eerder, al om 2 uur 's middags. En dan willen we er ook meer een familiedag van maken. Dus we hebben ook voor de jeugd, de kleinere jeugd, een springkussen, schmink, cupcakes. Zodat de jeugd zich ook echt kan amuseren op de zondagmiddag. En we eindigen zondag dan ook 2 uurtjes eerder, omdat de maandag weer een gewone werkdag is. Precies. Dus we eindigen om 10 uur 's avonds op zondag. Oké. Jullie hebben al elk jaar een goed doel. Ja, klopt. Want daar doen jullie het eigenlijk. Ja, je doet het ook omdat het gewoon leuk is. We doen het voor 3 dingen inderdaad. Het is omdat het gewoon bij Boxmeer begint te horen. En het zonde zou zijn als we het niet voortzetten. En het is gewoon leuk om iets te organiseren voor Boxmeer en omgeving. Tweede plaats het goede doel inderdaad. Als Rotary Club proberen we activiteiten te ontplooien om daarmee fondsen te werven voor een goed doel. Dit jaar is dat... Er wordt een kinderoase genoemd in Lombok, Indonesië. Een soort opvang voor jeugdigen die daar naar school kunnen. En omdat de school te ver van huis is, worden ze door de week daar opgevangen. Dus hebben ze onderdak, eten en zijn ze veilig. Zodat ze wel iedere dag die opleiding kunnen volgen. Okay. En als laatste doen we het ook een beetje om onze eigen Rotary Club te promoten natuurlijk. Dat is... Rotary kampt af en toe nog wel eens met een imagoprobleem. Dat zijn de stoffig oude mannen, grijs haar, sigaren rokend. Nou, ik begin een beetje grijs te worden, ik rook geen sigaren en durf te zeggen dat ik niet stoffig ben. Nee, ik zie niks. Nee. Dus dat mede door zoiets te organiseren willen we ook wat bereikbaarder zijn en niet iets wat ver weg lijkt te zijn. Nou, doet de Cas Spijkers Academie doet mee, zeg maar. Ja. Ik kan me heel erg voorstellen dat
daar nou een veel grotere rol in zou kunnen krijgen? Bourgondisch, dit gaat er allemaal over eten en drinken, zeg maar. Ja, nee, dat is zeker... zijn jullie daarmee bezig? Nou, we hebben natuurlijk vanuit Klooster Elsendaal hebben natuurlijk Bourgondisch Boks meer jaarlijks meegemaakt. En het enige probleem wat wij altijd hadden, nog steeds wel, is dus dat wij onze studenten, dat zijn BBL-studenten, dat betekent dus dat ze 5, soms 6 dagen in de week werkzaam zijn in de tophoreca in Nederland. Mm-hmm. En in het verleden was het altijd in het Pinksterweekend is het georganiseerd. En dan is het heel erg moeilijk om studenten weg te trekken bij hun leerbedrijf. Ja. De studenten zitten op maandag en dinsdag bij ons op de academie. Mm-hmm. En daarom organiseren wij dus ook de culitop op maandag of dinsdag. Mm-hmm. En daarom was Bourgondisch Boks meer altijd voor ons een beetje moeilijk om echt volop met studenten daarmee aan de gang te gaan. Maar ook wat meer qua organisatorisch, want dat is natuurlijk een prachtige mooie uitdaging, om daar invulling aan te geven. Wij vinden het wel, omdat het in de weien ook wordt gegeven en we een gewoon warm hart toedragen aan Bourgondisch Boks meer. En ik zelf ook vroeger met Cas ook nog aspergewedstrijden en dergelijke ook allemaal mee heb mogen maken. En ik het ook een geweldig feest vind trouwens. Mm-hmm. Willen we in ieder geval wel aanwezig zijn. En dat zullen we dus met een aantal collega's van de Cas Pijkers Academie zijn en een aantal studenten. Maar in de toekomst uitbouwen, dat zit er niet in, dat ik het zo hoor. Het blijft gewoon heel moeilijk om zaterdag en zondag om studenten daarvoor te krijgen. Dat blijft gewoon moeilijk. En het is natuurlijk meer een consumentenfeest wat lekker vrij is in het weekend, uh-huh, dan een horecafeest. Ja, okay. Dus daar liggen vooral de verschillen. Oké. Okay. Dank u beiden voor deze toelichting. Alsjeblieft. Okay. Vraag ik nu graag naar voren journalist Geurt Fransen. Bepaald geen onbekende, directe collega. Dit gesprek hebben we niet voorbesproken, nog geoefend, dus we gaan het gewoon doen. Geurt, je hebt een boek geschreven. Een boek geschreven. Klopt. En nou zijn journalisten nogal schrijvers. Ik ben zelf ook al jaren bezig met allerlei schrijfsels, met een boek, ja, met 2 boeken zelfs. Okay. Maar het komt er maar niet van. Je bent in 2007 begonnen. Voor de snelle rekenaars, het boek is er nu, 7 jaar later. Ja. Kun je iets vertellen over het proces, zeg maar? Dat kan ik ten stelligste afraden. Afraden? Ja. Want 7 jaar is wel heel erg lang. Maar... Kijk, 7 jaar heeft het geduurd voordat ik van de week het boek voor het eerst in handen had. Kijk, ik heb geschreven van 2007 tot pakweg 2010. En dus dan, de snelle rekenaar weten ook dat ik dan 4 jaar niks heb gedaan. Dat wil zeggen, ik heb 4 jaar geprobeerd een uitgever te vinden. Dus daarom zeg ik, okay. Zou je er wel aan beginnen, Erik? Ja, ik weet het niet. Stuk doorzetten. Het is een boek van 380 pagina's over een vrouw. Die leefde in de vorige eeuw, jaar 40. Hè? Ja, ik heb nog altijd een beetje moeite om te zeggen vorige eeuw, maar we zitten toch alweer 14 jaar in de nieuwe. Dat klopt, ja. In de vorige eeuw, in de jaren 40, om precies te zijn, begint het verhaal zo'n beetje rond 1936 en het eindigt ergens in 1949. Het zwaartepunt ligt wel op de jaren 40, ja. En kun je uitleggen waarom het daarover gaat? Maar, Het gaat daarover omdat het verhaal naar me toe waaide. Ik kan het niet zo poëtisch verwoorden als Marco, maar het waaide wel echt naar me toe. Het verhaal en allerlei verhalen waaiden naar me toe en die heb ik op een gegeven moment samengebald. En het was een hele belangrijke periode, omdat natuurlijk de grote wereldband was ook, de Tweede Wereldoorlog in de jaren 40. En die heeft, daar zijn al miljoen boeken over geschreven en die gaan allemaal over het grote geweld en de politieke verandering, et cetera. Maar wat het de kleine mens aandeed, dat is ook wel beschreven, maar dat vond ik interessant. En kun je daar iets over vertellen? Wat deed het de kleine mens aan? Kijk, dat je moet kiezen bijvoorbeeld. Dat is een groot thema in het boek. Wij kunnen tegenwoordig elke dag over heel veel dingen kiezen. En dat noemen we dan ook vrijheid. Dat je alle keuzes hebt. In die tijd moest je kiezen.
Maar je had niet zoveel keuzes. Ik zeg zelf, het was zwart of wit. En alle, kijk, je hebt nou dat mooie boek, dat spannende boek 50 tinten grijs. Je had toen geen 50 tinten grijs. Je had zwart of wit. Je was bijvoorbeeld, als het om de oorlog ging, was je goed of fout. Je maakte een keuze voor de bezetter of tegen de bezetter. En dan was je goed of fout. En daar was de geschiedenis heel, heel helder en duidelijk over. Grijze waarden bestonden niet. En ik geloof niet in het fenomeen. Ik geloof dat grijswaarden wel degelijk bestaan. En daar was ik door geobsedeerd en geïnteresseerd. En dus heb ik het in dat boek over de kleine zielen die keuzes moeten maken. Terwijl ze er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. En ook niet weten wat de gevolgen zijn. Is het een historisch roman? Het is in zoverre historisch dat er feiten in voorkomen. Die keihard zijn, glashelder zijn. Het is niet historisch in die zin dat ik exact punten of mensen of personen aanwijs. Dat niet. Nee, okay. Kun je iets over het verhaal vertellen? Het is een heel zielig verhaal. Een zielig verhaal? Ja, ja. Het is een treurige geschiedenis. Ik lach er nou een beetje bij, maar daar komt het toch eigenlijk wel neer. Iemand die ik heb een panel gehad van voorlezers en een daarvan zei, er gaan wel veel mensen in dood. En toen dacht ik, toen ging ik je stellen en ik telde ook nog een hond mee. Ik denk, nou ja, een stuk of 7, maar dat valt toch wel mee in 20, 25 jaar. Maar het is een treurige geschiedenis, omdat ja, het was ook een treurige periode. De hoofdpersoon is een jonge vrouw, begint natuurlijk als meisje. En die maakt van allerlei dingen, vervelende dingen mee, ook in de oorlogsjaren en nog daarna. En die komt ook steeds voor keuzes te staan. Een van de belangrijkste dilemma's is als zij in 1947 ongeveer zwanger raakt. Denkt zwanger te raken van een hele knappe, mooie man waar ze de rest van haar leven mee zou kunnen voortgaan. Maar dan komt ze van een koude kermis thuis. Letterlijk, want ze ontmoeten elkaar op een kermis. Want die man die had alleen maar zin in een avontuurtje. En hij was al getrouwd. En wat nog veel erger was in die tijd, hij was ook nog eens protestant. Oh, god, ja. En voor een katholiek meisje was dat nog een veel verdere weg dan een getrouwde man. Dus daar zat ze met een dikke buik. En dan is het dilemma in die tijd van afstaan of houden. Mm-hmm. Of nog iets anders. Ja. Oké. Okay. Maar je gaat de clue natuurlijk niet vertellen, hè? Nee. Neem ik aan. Nou, zeg je, mijn boek was in 2010 eigenlijk al klaar. Ja, het was toen nou, twee keer zo dik ongeveer. Nou is het twee keer zo dik? Ja, nou ik heb er wel... Het is nu 380 pagina's, hè? Ja, ja, het was boven de 500, ja. Oké. Okay. Ja. Het was klaar, dan ga je naar een uitgever. Nou weet ik van uitgevers dat die 1000 boeken manuscripten opgestuurd krijgen en dan 999 weggooien. Per jaar 1000, ja. Ja. Dus, er wordt meer geschreven dan gelezen in Nederland. Ja, dat is echt, daar overdrijf ik niks. Van elk boek zijn er 1000 voor weggegooid, zeg maar. Ja, klopt. Ja, jij gaat met je manuscript langs uitgeven en je krijgt natuurlijk de kans dat je er doorheen komt is heel klein. Is dat de reden geweest dat je je boek hebt ingedikt bijvoorbeeld? Nee, toch niet. Nee, want ik heb allerlei argumenten gehad van uitgevers waarom ze het boek niet wilden uitgeven, maar dat het te dik was heeft niemand verteld. Oké. Zoals ik al zei, ik had een lezerspanel, mm-hmm. Een stuk of 7, 8 mensen en een paar mensen daarvan zeiden... Niet dat het dik was, maar kijk, het was een verhaal in een verhaal, het was een raamvertelling. En ze waren heel erg geobsedeerd en geïnteresseerd in het kernverhaal, wat ook daadwerkelijk in de jaren 40 afspeelt. Maar in die schilder omheen, die ik een beetje kunstmatig had verzonnen, ik denk dat is echt literatuur als je dat doet, daar hadden ze geen zin in. Okay. Dus delete. Oh, dat is wel snijden eigen vlees. Hè? Dat is ja, maar dan weet je, dat doen we dagelijks. Dus dat vond ik niet het grootste probleem. Oké, okay. Nee. Maar je hebt er uiteindelijk een uitgever gevonden. Ja, gelukkig wel. En je boek, de titel? Duiveldans. Duiveldans, www.duiveldans.nl. Ja, zeg het nog maar een keer. En het boek is overal te koop. Overal te koop. In heel Nederland. Zelfs in Polen op de internetsite.
Oké. Nee, dus via internet kan ook gewoon in de voorheen polare boekhandels. In ieder geval kunnen ze het overal verkrijgen, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ze dat gaan in voorraad gaan nemen. Dat is natuurlijk altijd een moeilijk verhaal bij onbekende auteurs. Oké, en wanneer is je volgende boek klaar? Dat wordt zeker minder lang. Ja. Het eerste hoofdstuk Het is vaak zo. Ja, ik wil zeggen, het is vaak zo dat voor het boek uitgeven is, ja. Is een beetje schrijven. Het volgende boek ligt, laten we zeggen, het schema ligt klaar en het eerste hoofdstuk is klaar en de titel is klaar en ik hoef het alleen nog maar af te maken. Nee, kun je daar nog iets over vertellen? Want nieuwe boek? Over het schrijfproces, zeg maar. Want ja, je schrijft de hele dag al. Ik schrijf de hele dag, ja. Kijk, het feit dat ik ook dit wilde doen. Kijk, ik schrijf heel leuk. Ik ben nu 27 jaar journalist. En ik proef soms dat ik schrijf alsof je auto rijdt met de handrem op. Omdat je moet je altijd aan de feiten houden. Hè, en je moet vrij zakelijk schrijven. En je kunt niet allerlei prachtige beschrijvingen. Want ja, het moet kort. En dat voelt wel eens van... Dat wringt. Dus daarom dacht ik, ik ga naar de fictie toe. En dan kan ik wijd uit en breed uit. En schrijven wat ik wil. En de stijl kiezen die ik wil. De vraag is hoe het proces is gegaan in de zin van, wanneer schrijf je dan? Nou ja, goed, ik was dus in 2007, toen ging ik een dag minder werken. Ik denk, dan ga ik op donderdag, elke donderdag keurig schrijven. Maar dat na een jaar had ik noemenswaardig niks eigenlijk. Dus toen heb ik een sabbatical opgenomen en toen ben ik 3 maanden achter elkaar gaan schrijven. Ben ik heel keurig, 's ochtends eerst om 7 uur gaan fietsen, toen me gaan douchen en toen om 9 uur met een volle kan koffie naar mijn kamertje gegaan. Heb ik van 9 tot 1 keihard gewerkt, geschreven. Ik moest iedere dag 10 pagina's hebben geschreven. Nou, 3 maanden later had ik behalve cafeïnevergiftiging ook het grootste deel van mijn boeken klaar. Oké, dan was dat leuk eigenlijk? Dat was geweldig. Dat was de mooiste periode van mijn leven. Echt waar? Ja. Oké. Vooral 's middags. Het boek 11 mei komt het uit, hè? 11 mei in deze zaal wordt het gepresenteerd en dan is het voor iedereen verkrijgbaar. Oké. Nou, laten we hopen op een goede verkoop. Laten we dat doen. En een mooi tweede boek ook. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Wieke Vrijhof is de directeur, moet ik eens... Is directeur. Dat is een groot, vind ik altijd een groot woord, directeur op vind een of andere manier. Ik vind het wel een groot woord hoor. Directeur van de stichting. Stichting Podium Kunsten de Weijer. Ja. Oké. Okay. Het is een beetje een thuiswedstrijd vanavond. Ja, het is een beetje, ja, precies. Preken voor eigen parochie, zoiets. Het is wel met een heel mooi product, al zeg ik het zelf. Ja, je bent hier om dat het nieuwe theaterprogramma. Af is. Het is af, ja. Ja. Mooi, hè? Ja, nou, de buitenkant is mooi, de binnenkant is natuurlijk nog mooier, nog moet je wel zeggen. Nog mooier, ja. Voordat we hierover gaan hebben, de Weijer komt van ver, kun je toch zeggen? Ja. Dat was 2 jaar geleden helemaal niks. Ja, klopt. We hebben veel geleerd alweer, ja. Vorig jaar hadden jullie al wel een theaterprogramma, maar dat... Dat was ook al heel goed. Relatief bescheiden. Ja. Oh ja. Ik geef er verder geen waardeoordeel over. Een bescheiden theaterprogramma. Dan lijkt het heel logisch dat je het jaar erop een veel groter en beter theaterprogramma hebt. Maar alles staat en valt natuurlijk ook gewoon met geld. Ik bedoel, zo simpel. Ja, met geld en met ervaring. Want het, eigenlijk alle grote. Want we hebben een aantal grote namen, leuke grote cabaretnamen, zijn allemaal try-outs. En dat is wel goedkoper dan wanneer je echt een volledige productie boekt. Dus het heeft ook gewoon met slim schuiven te maken. En ik had gewoon een budget. En mijn budget is niet groter geweest dan het budget wat ik dit jaar heb gehad. Oké. Dus. Hoe is het bezoek tot nog toe? Ja, nou ja, het begint lekker op te lopen nu. Dus dat is wel heel erg leuk. En dat zie je aan alles. Dat zie je ook aan Nieuwscafé bijvoorbeeld. Zo leuk hoe dit zich ontwikkelt en hoeveel mensen er nu vandaag ook zijn. Ja, en dat geldt voor theater ook. Oké. Ja. Maar het is niet, het klinkt niet als, het is altijd uitverkocht en... Nou, het leuke is, het is soms bijna uitverkocht. Mm-hmm. En eigenlijk waarderen mensen dat ook wel heel erg. Van, hey, ik kan op de dag zelf toch nog een kaartje kopen. En ik ben heel benieuwd of dat volgend jaar ook nog kan. Maar dit jaar kon het zo en dat was ook heel erg mooi. En daar hebben we een trouw publiek mee opgebouwd. Oké. Dit is het programma van september tot juni, hè? Ja. Hoeveel
producties zijn hè, in die periode? Ja, dit zijn volgens mij ongeveer 50, 60. Het hangt er ook een beetje vanaf wat je allemaal meerekent. Als we het nieuwscafé erbij doen, dan zitten we gewoon op 70. Want dan gaat het gewoon ook door volgend jaar natuurlijk. Bij, ja. Ja, fijn. Dus ja, zo'n beetje dat. We hebben 25 theaterproducties. We hebben 7 muziekdingen. En dan hebben we nog cultuur en cappuccino. Dat is klassiek op zondag. Dus het zit lekker vol. Ja. Oké. Okay. Kun je iets vertellen over de inhoud, zeg maar? Ja. Wie komen er bijvoorbeeld? Ik dacht al dat je dat zou gaan vragen. Nou ja, qua cabaret hebben we in ieder geval Klaas van der Eerde. Die komt openen met zijn reprise. Dus dat is heel erg gaaf. Dat is ook geen try-out. Dus dat is echt eigenlijk het beste van Klaas van der Eerde. Daar gaan we jaar mee inknallen. Verder hebben we Daniel Arends en Javier Guzman en Micha Wertheim die try-outs komen doen. Dat is heel erg bijzonder. Het mooie van de Weijer is ook, die zaal heeft die kracht voor try-outs. Dat is echt fantastisch. Horen van de artiesten en horen van de bezoekers. En dat verleden hebben we mee en dat is heel erg top. En verder hebben we ook een flinke dosis aan vers vlees, zoals we dat noemen. Dus jonge talenten die we een podium willen geven, is heel erg belangrijk. En dat willen we ook doen met de klassieke concerten op zondag. Dus daar hebben we talenten uit het Conservatorium van Düsseldorf. En dat is gewoon super mooi. Ja. Heb je nou één artiest waarvan je zegt, nou daar ga ik zeker naartoe? Ja, nou ja, ik ga overal naartoe, hè. Dat ja, dat is, jij mag gratis naar binnen, hè. Dat is de enige reden. Nee, ja, ik vind het echt belangrijk om er te zijn. Ik vind het ook leuk om achteraf even met het publiek te kletsen. Hey, wat vond je er nou van? En om met de artiest daarover te praten. En, nee, ik ben er heel graag bij, dus ik ben er bij alles. Ja, maar als je niet zou moeten voor je werk, zeg maar? Wil je nou weten wat ik wel of wat ik niet? Waar ik echt naartoe wil? Wat ik echt niet wil missen? René van 't Hof, 4 december. Dat is toneel, meme zelfs, maar het is een van de allerbeste acteurs van Nederland. Of, ja, ik weet niet, dat vind ik dan echt heel erg gaaf. Ik ben echt super trots dat hij hier staat. Oké. En heb je nou nog iemand geprobeerd die je graag wilde hebben, maar die niet wilde of niet kon? Ja, die zitten er ook tussen. Noem eens iemand. Nou ja, stiekem wilde ik natuurlijk heel graag Joep hebben. Ja. Maar ja, die doet, ik heb het even uitgezocht, die doet 4 kleine theaters per jaar, zoiets. En dat is dan, dat rouleert hij. Dus dan om de zoveel jaar kom je een keer weer aan de beurt. Dus ik zei al, nou volgens mij zijn wij de volgende keer aan de beurt. Nou, maar, eerst Thomas Verbocht, hè, komt waarschijnlijk. Ja, daar gaan we zeker wat mee regelen. Dus, maar die samen met Joep van Dijk wat heeft gedaan. Dus ja, je weet niet, hè? Al die ja, weet ik ook niet, weet je. En ook los van Joep kunnen we een heel mooi programma neerzetten. Dus, Oké. Nou heb je altijd zo'n programma, tenminste als ik er doorheen blader, denk van nou, daar zou ik echt nooit naartoe gaan. Heb je dat ook? Ja, noem eens iemand waar je echt zegt van nou, daar heb ik de buik al. Dat is heel persoonlijk, hè? Het is niet zo dat die artiest slecht is, maar dat jij van ja, denk nou. Het leuke is, je programmeert niet alleen voor jezelf, eigenlijk niet. Je programmeert voor heel veel mensen en ik heb bijvoorbeeld geprogrammeerd Margriet Eshuis. En dat was heel leuk, want Margriet die belde en die zei... ik heb al een keer in de Weijer gestaan en dat was fantastisch, dus dat wil ik graag nog een keer doen. En ik zat zo, oh ja, leuk. En ik ging de telefoon op en ik dacht, wie is Margriet Eshuis? Dus toen heb ik daarna dat even bij mijn collega's... Een andere generatie. Ja. Maar ik ben super trots dat ze er is en ik vind het heel erg leuk. Dus ik heb ook heel veel zin in die voorstelling, maar daar was ik normaal gesproken niet heen gegaan. En dat had ik afgelopen jaar ook, want toen was Lenny Koer hier. Toen dacht ik van tevoren, Lenny Koer. Wie is Koer. Lenny Koer? Wie is Lenny Koer? Ja, die komt op visite dag. Die ken ik wel natuurlijk. Dus, maar dat was echt een hele, hele mooie, inspirerende avond. Dus ik ben alleen maar dankbaar voor de cadeautjes die ik hier krijg. En dat is bij Margriet ook zeker het geval. Ja. Dan hebben jullie de David Bowie tribute. Ja. Dat is een plaatje ervan. Doet er helemaal niet zoveel toe. Ja, dat waren sterren op Muziekpark afgelopen jaar. Wat zeg je? Dat was de uitsmijter bij Muziekpark. Maar ik denk dan als je zoiets... want dat heb je nu geprogrammeerd gewoon, hè, als in de zaal. Ja. En denk, ja, dan kun je de tribute bands van... weet ik veel wat, ook allemaal gaan programmeren. Is dat nou wat je als theater wil, zeg maar, dat je bands uitnodigt die andere bands na gaan doen? Nou ja, soms wel. We hebben volgende week bijvoorbeeld Beatles tribute staan. En dat is wel een hele, hele goede tribute. Dus daar kijken we wel naar. Maar dat moet ook kunnen en daar is absoluut een publiek voor. En als er een publiek voor is, dan vinden we dat belangrijk. En ja, de kwaliteit staat voorop, maar... Oké. Okay. Nou, heel veel producties kosten enorm veel geld. De entreeprijzen zijn niet al te hoog, zelfs laag kun je ze noemen. Ik ben blij dat jij het zegt.
ja, nou, dat kan me voorstellen. Desondanks moeten die artiesten en die producties betaald worden. Hebben jullie, want jullie zijn een stichting geworden inmiddels. Hebben jullie, is het al gelukt om subsidiënten binnen te krijgen? Want dat helpt altijd wel, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, het leuke van de stichting is, we hebben afgelopen week officiële toezegging gekregen dat we een culturele ambi zijn. Dat is heel erg positief, ook voor subsidiënten en ook voor sponsoren. Want het is en een mooi keurmerk, maar ook het betekent belastingvoordelen. Dus dat is helemaal top. Dus we kunnen aan de slag daarmee. En we hebben Fonds Podiumkunst al binnen, die subsidiëren voor 2 jaar. En dat is wel per aanvraag. Dus dan kun je het verschil aanvragen bij moeilijke of moeilijke producties, bij mooie producties. Mooie producties, het is maar die, hoe je die eigenlijk te duur zijn. Maar. Ja, of en die ook zich niet op zichzelf kunnen staan. Dus we hebben bijvoorbeeld ook Mark van der Veerdonk. Die kan hier prima zelf draaien. Die draait 2 avonden uitverkocht. Omdat hij hier een heel... Ja, vast publiek. Hij heeft fans. Ja. Ja, dus dat komt goed. Maar er zijn ook producties. Die zijn zeker de moeite waard. Maar die hebben minder draagvlak. En die kunnen we dan toch boeken. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Oké. Okay. Nou is dit programma al weer veel mooier en groter dan het programma van afgelopen jaar. Waar ligt de ambitie uiteindelijk? Ja, weet je. Het kan altijd beter. En als het een 10 is, dan ben ik hier weg. Dat is een beetje de bedoeling, toch? Ja, maar wanneer is een 10 voor een theater als de Weijer? Dat is een beetje... Als Joep van het Hek hier komt spelen en het is geen try-out? Nou ja, weet je... Nee, vind ik helemaal niet. Ik vind dat het een 10 is als er gewoon altijd volle bak zit. Dus als het altijd is uitverkocht, dan is het een 10. Mm-hmm. Dat heeft niks te maken... Natuurlijk heeft het een heleboel te maken met de artiesten, maar ook met de insteek die je daarin neemt. Wat wij heel erg belangrijk vinden, is dat hier ook jong talent komt te staan. En dat we daar ook... Ja, want ik wil zeggen, is die volle bak, is dat zo belangrijk? Of is juist het podium geven aan? Ja, dat is belangrijk. En ook om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met podiumkunsten. Uiteindelijk heb je hier een maatschappelijk belang mee. Ik bedoel, dat Peter Paul zei dat ook leuk in het artikel. Ik moet hem eigenlijk niet quoten, want het was een hele foute quote. Maar hij zei, als ik geld wilde verdienen, had ik wel een wasstraat begonnen. Ja. En bij theater moet geld bij. Dus dat is niet iets wat je doet omdat je geld wil verdienen. Maar dat doe je omdat het belangrijk is voor mensen dat ze cultuur meekrijgen. Dat ze dat opsnuiven. Ik ben laatst bij een lezing geweest wat het verschil is tussen televisie kijken en bij een theater zijn. Het boort hele andere gedeeltes in je hersenen aan. Je bent in contact met mensen en je doet iets met je. Oké. We kijken dan uit naar het nieuwe programma. Ja, mag ik nog heel even... Ja, je mag, mag ik nog reclame maken? Ja, www-adressen? Ja, dat deed je het Frans ook, kan ik je niet verbieden. Ja, daarom. En het programmaboekje ligt bij de receptie. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie het meenemen. En als je adres achterlaat, dan krijg je volgende week het hele pakket binnen. Daar zit ook onze hele mooie flyer van Muziekpark bij. Of Muziekcafé bij. Ik ben al helemaal in de war. En dan kun je ook een bestelformulier bij krijgen. Dan kun je een abonnement bestellen. Dus. En voor de mensen die nu niet hier zijn, maar bijvoorbeeld dit terugzien bij TV Land van Kuik? Die kunnen een mailtje sturen naar info@weijer.nl. En dan krijgen ze ook alles thuis. Nou, kijk eens. Nou, dankjewel. Dankjewel. Tim Balt is uit Ed Oplo. Ja, klopt. Geboren en getogen. Ja. En Oplo gaat je aan het hart, volgens mij. Ja, goed, ik woon in Oplo, dus ja, dan gaat het aan je hart. Hè. Ja. Ja. Gaan jullie in Oplo iets organiseren? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Wij hebben zondag 1 juni een cultuurfestival. Het heet Zondags Gasten. Het, is, het wordt georganiseerd door het proodspectakel Alle Mensen. Dat is een proodshow in dialect, zoals we het noemen. We hebben al 10 edities van gehad en we hebben zoiets van, we willen eens een keer iets anders organiseren. En we hebben al heel lang een idee in de koker zitten en ja, dat gaan we nu organiseren. Dat is op 1 juni, en dat heet dus Zondagsgasten. En wat moet ik me daarvoor voorstellen? Nou, het is een cultuurfestival, zoals ik al zei. We hebben eigenlijk 3 locaties. Het speelt zich allemaal af rondom de molen. Dat kan bijna ook niet anders in Oplo, want het is de kern van Oplo. Veel groter is het ook niet. Moet zeggen, heb je de molen gehad, dan heb je Oplo gehad. Hebben we bijna, ja, klopt. Oh, nou. Maar zo is het wel, ja. Maar daarom hebben we het ook zo georganiseerd dat we toch heel wat podiums kwijt kunnen. We hebben in totaal 30 kleine acts die we kwijt kunnen op 15 locaties. En het zijn locaties zijn allemaal particulieren, dus gewoon met de mensen thuis. In de huiskamer? In de huiskamer, of in de keuken, of in de bijkeuken, of in de badkamer. In de badkamer? Ja. Ook. Maken van de Plassen, die hier net zat, die is er dan ook. Die zit in de badkamer? Die zit bij ons in de keuken. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, mooi.
Maar dat is dus het idee. Dus we hebben 30 acts die dus verspreid zitten over 15 woningen. Mensen kunnen een kaartje kopen, krijgen een polsbandje. Voor 7 euro kunnen ze alle acts bekijken. Mm-hmm. Daarbij hebben we nog een soort, bij het Molenplein, er zitten nog wat bands, er is wat vertier, er zit natuurlijk een grote tap met wat eten en drinken. En muziek, zoals ik al zei. En het is gewoon heel divers wat we hebben. Het is muziek, het is ballet, het is klassiek, het is... we hebben de regio dichter, zoals ik al zei, we hebben ook lezingen over kunst. We hebben ook een heel leuk item. Toevallig 2 maanden geleden werd ik gebeld door iemand uit Amsterdam. Een jongeman die is aan het afstuderen in geschiedenis. En die schrijft een scriptie over Toontje den Dwerg. Toontje den Dwerg. Toontje den Dwerg. Ja. Wie kent hem niet? Nou, Toontje den Dwerg is in Oplode het beroemdste figuur. Ja. Hij is in 1865 overleden, dus zolang is hij al dood. Maar hij is nog steeds bekend. Er staat zelfs een standbeeld van Toontje. Er is een liedje over gemaakt, er is een toneelstuk over geschreven. Is er al een boek over? Want ik... Maar dat komt. Ja. Oké. Okay. Ik weet iemand die nog een... Nog een onderwerp nog. Nou, auto van de straat, ja. Nee, maar in ieder geval, het is wel leuk dat iemand uit Amsterdam, die heeft soms benaderd van, ja, we gaan een scriptie schrijven en ik wil wat meer informatie. Ja. Goed, hebben we contact mee gehad en uiteindelijk komt hij dus een lezing geven over Toontje, over zijn scriptie. Dus dat is op zich wel leuk. Een drijvend podium? Hebben we ook, ja. De slotact, die is tegenover de watermolen. Er ligt de kolk, zoals we het noemen. Dat is een grote plas water, of niet zo groot, maar een plas water. Er komt een ponton op liggen en daarop wordt een concertvleugel geplaatst. Die hebben we gehuurd. Er is iemand zo gek geweest die is in een concertvleugel af wil staan om die daar op een ponton te zetten. De enige voorwaarde dat hij had, dat hij droog moest staan, dus daar moet ik hem voor zorgen. Maar volgens mij drijft zijn ding, dat is niet zo'n probleem. Maar er komt een klassieke concertpianist, die komt. Geweldig. En die gaan we mixen met een DJ, dus dat wordt een soort... Act. Mooi. Hebben jullie, je zegt 30 acts, hè, ongeveer? Ja. Geen subsidie. Ja, ik wou zeggen, we niet flauw doen, maar hier staat een... Dat doen we niet aan. Hoe doen jullie dat? Nou, dat is wel een goeie... kijk, het kost allemaal ontzettend veel geld, ja. Eigenlijk, hè? Ja. Maar het leuke is, ze komen allemaal helemaal gratis. Ja, serieus. En het zijn echt geen hobby's, er zitten zelf professionals bij. We hebben een goed verhaal, we hebben ontzettend veel gebeld. Mm-hmm. Maar we hebben gewoon 30 acts die gewoon helemaal gratis komen. Ja, tegen reiskosten, maar dat is echt niks. Maar je zegt, we hebben een goed verhaal. Wat was het goede verhaal? Nou, het zit zo. We hebben ook een culinair gedeelte eigenlijk. Dus er is ergens een woning, er staat een begon iets oplopen. Ja, nou zoiets. Er staat een beroepskok en die staat er te koken. Daar kunnen we gewoon naar gaan kijken, want dat is gewoon leuk om iemand te zien koken. Maar die kookt meteen voor de deelnemers. Okay. Dus die maakt van allerlei hapjes, dus die worden constant in de badden gelegd. Ze krijgen te drinken, ze krijgen te eten, ze krijgen een beetje reiskosten en ze hebben gewoon een hele leuke dag. En daarbij, het is voor een artiest is het best wel confronterend om voor een klein publiek te spelen. Ja. Dus stel als je in een huiskamer zit, dan 10, 20 man of 30 man? Ja, maximaal 20 man. Maximaal 20 man? Ja, 20 bezoekers mogen naar binnen. Er wordt 20 minuten gespeeld, dan gaan de bezoekers weg en dan 10 minuten pauze en dan komt de volgende groep. Dus dat is ook best confronterend om op te spelen voor zo'n klein publiek. We hebben zelfs een wc-act hebben. En dat is 20 man publiek lijkt me heel moeilijk. Nee, maar dat is ook... We hebben Bjorn van der Doelen misschien bekend, oud PSV-voetballer. Ja. Die zit tegenwoordig helemaal in de muziek. Die gaat op een wc zitten met zijn gitaar. Ja, het klinkt bijna komisch, maar het is echt zo. Er kan 1 man publiek in. 1 man publiek? 1 man publiek. Die mag 1 minuutje luisteren en dan moet je eruit en dan komt de volgende. Blijft de deur open of gaat de deur dicht? Nee, bij de wc moet de deur altijd dicht, hè? En de badkamer, wil ik ook wel weten. Wat gaat daar gebeuren? Schoonzwemmen? Ja, dat is ook okay, ja. Nee, de badkamer act hebben we nog niet. Oh, nog niet. Oké. Okay. Dat is voor wie zich nog wil melden, dat kan ook, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Jullie gaan dit jaar doen. Er wordt om gelachen, maar het is wel serieus. Ik heb er vanaf van wakker geleden. Ja? Ja, echt waar. Waarom dan? Nou, goed. Nou, oké. Okay. Dat is heel veel, hè? Jullie gaan het voor dit jaar organiseren. Ja. Alleen als ik hier de reacties hoor, denk ik van daar gaat iedereen naartoe. Tuurlijk. Dan ga je het volgend jaar weer doen.
Als, ja. Als het succes wordt, of niet? Ja, ja. Dat is de bedoeling. En dan wordt het... er doen nu dus 15 mensen die doen daar mee die hun huis beschikbaar stellen. Ja. Was dat nog moeilijk eigenlijk om 15 mensen te vinden? Nee, nee. Dat was echt een... Of stonden ze in de rij? Nou, dat is niet zo moeilijk in Hoblo, want er zitten maar... Er staan ongeveer maar 15 huizen rondom de bonus. En het was eigenlijk... Heel Hoblo doet mee. Het was heel simpel. Bij de ene zeiden we, ja, de buurman doet wel mee. Toen zei de ander, ja, dat moet ik wel. Dus zo moeilijk is het niet, hè? Nee. En nog één keer de datum? 1 juni. Maar we zijn nog niet klaar, of wel? We zijn klaar. Toch wel? Ja, 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 ja. Dank je wel. Okay. Het is niet de eerste keer dat je hier bent. Nee, ik ben al vaker jouw gast geweest. Maar wederom bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Het is ook een eer om hier te mogen zitten. Kijk eens aan. Met jou. God en God en God. Zo, nou. Doe mij nog maar een biertje. Dan ik ook eentje graag. Vorig jaar was je ook te gast van Nieuwscafé. En toen waren de omstandigheden heel anders dan nu. Vorig jaar was er een daags na de Tour die dreigde te eindigen, zeg maar. Ja. Toen is burgemeester Van Soest erin geslaagd om jou er zeg maar, in te luizen om... rondebaas te worden voor een jaar. Dat is nog netjes uitgedrukt. Ja, dus zo is het ongeveer gegaan, toch? Volgens mij zeg ik niks verkeerds nog. Nee, zeg maar. Nee. Daar ben ik nog niet over uit. Dan ben je een jaar, dan heb je dat gedaan. En dan is het een goede daags naar de Tour geweest. Boven verwachting, denk ik, van de meeste mensen wel. Klopt. En dan denk ik, Pierre Hermans kennende, wel een jaar is mooi. En nou doet iemand anders het maar. Want ja, ik weet nou hoe het moet. Ik ga wat anders doen weer. Nou ja, weet je, dan sla je de spijker wel op zijn kop. Want ik had het niet 1 jaar willen doen, helemaal niet willen doen. Maar goed, in alle voorbereidingen en een aantal weken voor de wielerronde was ik 1 vergadering niet geweest. En ik zat 's morgens de notulen te lezen, want die kreeg ik dan vrij snel. En Harriet, mijn vrouw, die zat met mij aan de tafel. Ik zei, het moet niet gekker worden. Zei ze, wat is er gebeurd? Ik zeg, ik ben de voorzitter. Hoe kan dat dan? Waarom weet ik dat niet? Ik zei, nou, Harriet, dat wist ik ook niet. Maar ik zie hier dat in de vergadering gisteren bij acclamatie besloten is dat ik de voorzitter ben. Dus zo is het geschied. Nou ja, ik, in dat traject voelde ik wel dat er ook geen weg terug was. Dat was wel de enigste mogelijkheid. Maar ik had dat niet willen doen, want ik ben eigenlijk geen... Je hebt niks meer wielrennen eigenlijk, hè? Toch? Nee. Ja, het wordt opgenomen, maar eigenlijk nog steeds niet. Maar wellicht dat komt. Ja, ja. Nog steeds niet, ja. Maar je bent wel gaan doen. Hè? Ook, ja, ik kan me voorstellen dat het toch voelt als een soort verantwoordelijkheid. Zo is het beroep op je wordt gedaan. En met een ronde die zo'n traditie heeft. Ja, dat super. Kan ik me voorstellen dat je zegt, van, ja, nou, dan laten we dat maar doen. Ja. Maar dan is het gelukt. Ja. En dan is burgemeester Van Soest inmiddels buiten beeld als het gaat om de ronde. Ik zie hem niet meer. Nee, met de vergadering. Nee, precies, ja. Dat bedoel ik. Ja. Dus die druk is er niet meer, zou ik maar zeggen. Nee. En dan kun je ook zeggen, ja, nou gaan we nu op zoek naar een nieuwe rondebaas. En nou ga ik toch doen wat ik wilde doen. Zeg maar. Ja. Ja, dat is nou op zoek naar nieuwe voorzitter zal ongetwijfeld gebeuren, maar het zou niet eerlijk van mij zijn om te zeggen dat ik het niet leuk gevonden heb. Het was enorm leuk om te doen, maar ik vond het ook een eer om namens 30.000 inwoners van Boxmeer, want blijkbaar willen ze allemaal dat het doorging, om dan namens hun voor te mogen gaan. Mm-hmm. Nou ja, in het jaar daarvoor hadden we geloof ik 2 of 3 minuten zendtijd. En volgend jaar zijn we alles bij elkaar op de nationale en regionale lokale tv 1,5 uur geweest. Nee, je was van 2 af te slaan, hè? Nee, nee, dat klopt. Dat beviel me ook wel. Ja, ja dat zou je. Ja, dat was wel heel leuk om te doen. We hebben natuurlijk ook wat moves gemaakt, maar ik zal de naam van de renners niet meer noemen. Maar waarvan ik... ja, twijfel of ze toch wel ooit in Boxmeer willen komen. Ja. Maar goed, de grote verzoeningen ga ik me toch voor inzetten. Maar ja, nou ja, goed. Ja. Je doet het voor Boxmeer, je doet het voor de gemeenschap. En je moet het zelf ook leuk vinden. Nee, als je het tegenzin doet... Waarom doe je het nu nog een jaar, zeg maar? Ja, daar kom je eigenlijk niet onderuit. Kijk, op het moment dat ik eraan begon, ik heb een eigen bedrijf gehad. En ik ben gewoon met zeg maar... Een beetje technisch met alle strategische partners heb ik meteen een afspraak gemaakt. Dat gaat over de dranghekken,
De tribunes en de tenten en de verlichting en geluid en zo. Yo, hoe zit dat? En wat is er in Boxmeer? Wat zijn de knelpunten? Dus ik heb me er eigenlijk helemaal in vast gebeten. Maar ik wist eigenlijk ook na 2 weken hoe die ronde in elkaar zat. Nou, toen had ik nogal wat weerstand om het dan in 2013 door te laten gaan. In dit geval zag ik, omdat ik eigenlijk de enigste was die zei, ja, hij gaat wel door. En ja, maar dat kan niet en het is te kort en we moeten een goede voorbereiding maken voor 2014. Dat is de 40ste editie. Ja, ik zei, nou, als we dit jaar niet doen, is het 2013, is het niet de 40ste, maar de 39ste. Dus, maar we gaan gewoon door. En het is ook niet zo moeilijk, je nodigt 40 renners uit en die vraag je 100 kilometer te fietsen op een rondje van 2 kilometer. Ja. Zo moeilijk is het niet. Oh, goed tellen, ja. En de rest, zijn er problemen of vragen, dan los je die ter plekke op en dan komt het vanzelf. Goed, nou ja, zo is het wel, zo is het wel geschied. Maar goed, ik ben een geboren optimist. Ik zit er ook wel eens langs, om het zomaar te zeggen, maar in dit geval niet. Oké, okay. Nou komt die ronde er weer. Weer met jou, zeg maar, als rondebaas. Je bent natuurlijk al volop bezig met de voorbereiding. Je hebt gelukkig iets meer tijd dan afgelopen jaar. Nou, wat ik net zei, ik ben niet zo'n voorzitterstype. Ik heb al een paar keer in de vergadering gezegd, joh, vinden jullie het erg dat ik ga? Is er iets? Maar bel me rond 1 juli en dan kijk wel of ik iets voor jullie kan betekenen. Ja. Dat is meer mijn motto. Maar goed. Ja, maar zo gaat het natuurlijk niet helemaal. Hè? Nee. Met alle respect voor alles en iedereen. Ik zei net wel uitdrukkelijk. Ik, maar zonder die honderden vrijwilligers en onze technische commissie in het bijzonder. Uh-huh. Maar die wel alles weten hoe het werkt. Want op enig moment kwam ik in het materiaalhok. Daar zag ik spullen staan. Ik denk, Jezus. Dat moet er allemaal gebeuren. Nou ja, die mensen van de technische commissie zeggen, joh, ga er geen om maar zorgen dat er geld is. Bemoeien we verder niet mee. Die taak was voor mij wel in het bijzonder weggelegd. Ja. En wij weten wel waar we in moeten pluggen, waar het allemaal moet staan. Nou ja, zonder al die mensen kun je er niet. Het is ook niet, ja, wielerronden van een paar mensen, maar is sowieso van al die mensen die eraan meewerken. En alle mensen die in Boxmeer wonen, die er ook aan meewerken. Ja. Nou heb je vorig jaar vrij snel alle sponsoren en nog meer dan de sponsoren die al waren binnen weten te fietsen, om in de termen te blijven. Dit jaar, ik kan me voorstellen dat je daar vrolijk op hebt voort kunnen borduren en de sponsorbedragen nog groter zijn geworden. Of? Ik had een aantal sponsoren vorig jaar die zeiden, joh Pierre, we doen dat eenmalig en we willen ook geen reclame, want dan gaan ze hier de deur plat lopen. Ik moet zeggen dat er eigenlijk geen één sponsor af is gevallen en sterker nog, degene die vorig jaar sponsoren, dit jaar dus weer sponsoren allemaal meer. En we hebben er ook wel buiten Boxmeer een aantal nieuwe sponsoren bij. Dat komt denk ik een keer gezegd op de Ronde van Land van Kuik. Dat is me niet in dank afgenomen in deze plaats waar we nu zijn. Ja. Maar het had wel sponsors van buiten afgebracht. Ja. En ja, nou ja, goed. 25% meer als vorig jaar. Oké. Dat is ook nodig, hè, volgens mij. Want de Nederlanders die doen het nogal goed. Hè? Ja, ik had pas al een keertje getwitterd. 32 overwinningen of zo. Hè? Mensen die bang zijn, die zeggen al, joh, Pierre, ben voorzichtig met alles wat je nu gaat zeggen. Want dan gaat je geld kosten. Maar naarmate de Nederlanders beter presteren, worden ze duurder. Mm-hmm. Ja, dus okay. Nou ja, ik zie wel wat schipstraan. Okay. Nou zeg je zelf al, rond de Land van Kuik. In de omgeving is al langer de wens om die ronde wat groter te maken dan een ronde van Boxmeer. Zeg maar ben je daar weer bezig? Ja. Of ligt het allemaal heel gevoelig? Precies. Dat ligt gevoelig. Op zich zou ik dat wel willen, maar dan gaan we ook Boxmeer uit. Maar dat is toch wel technisch heel moeilijk. En er zijn er enthousiastelingen die al het parcours nu al groter willen gaan maken. Maar daar pareren wij vrij snel. Joh. Allegenen die hier zijn, die kennen volgens mij de ronde. Het stuk zeg maar, van Spoorstraat, Oranjestraat tot aan de kerk. Daar is het vrij rustig. Dus laten we zeggen, als er dan meer mensen komen, dan kunnen we die nog makkelijk, nog makkelijk kwijt. Ja. Maar we moeten maar waarom ook niet is het zo'n lastig raken. Verhaal? Waarom kun je niet, ze moeten 100 kilometer fietsen, dan moeten ze 50 keer hetzelfde rondje. Nou, ik kom er net in. Na 5 keer denk ik van, dan heb je de rondje ook wel gezien. Is voor de fietsers misschien ook wel leuker om eens een keer naar Kuik te fietsen of naar Graven of naar Mil of naar Gennep. Als we alleen die profronde zouden doen, was het een stuk makkelijker, want dan heb ik met niemand iets te maken. Maar dan zijn smiddags ook wedstrijden, junioren, amateurs, nou ja, ik hoef het allemaal niet op te noemen. Ja, dat is gebonden aan de KMU en zo, en daar zitten allemaal voorwaarden aan. En nou ja, goed, ik ben
voorwaarden zijn lastig voor mij, maar in deze... Ja, dus daar ben je de mens niet voor, hoor. Nee, dat klopt, maar daar moet ik me toch een beetje in schikken. We hebben natuurlijk het skieleren al in gebracht. Dat gaan we dit jaar naar later op de dag brengen. Ik had nog wel willen stoppen met, dan zeg ik wel ik, met de reclame en showcaravan. Maar ik kwam er vrij snel achter dat dat ook op veel weerstand stuit, maar ook intern. Omdat er nogal wat deelnemers voor zijn die daarvoor betalen. Doen we het niet meer, dan willen ze ook niet meer sponsoren. Dus ja, dan komen we voor een financiële keuze te staan. Maar vroeger is het ook, was het een reclame- en showcaravan. En daar gaan we er dit jaar wel weer van maken. Er zijn een hele hoop aparte dingen met muziek en dans en alles eromheen. Maar met alle respect voor de transporteurs en de autoboeren. Maar ja, alleen maar een paar nieuwe auto's, een paar nieuwe vrachtwagens. Daar worden een aantal. Ik moet een beetje voorzichtig zeggen wat ik zeg, maar die worden raken er niet opgewonden. Nee, wat de pis. En aangezien de mensen er graag willen in die tijd van het jaar, met dat tijdstip, hebben we die elementen wel ingebracht. Okay. Voor dit jaar. Maar dat is een verrassing voordat je gaat vragen wat het is. Oké, maar dat is niet van nieuw. Dat is niet van nieuw. Zijn er andere dingen nog nieuw dit jaar? Ja, ik meen dat het al heel wat is. Ja, nee. Ik vraag het ook een beetje omdat ook vanuit de horeca een lang gekoesterde wens is om daags na de tour ook bijvoorbeeld de dag voor het daags na de tour. Hè, om het weekend er een beetje aan vast te plakken. Hè, om daar een beetje, die Franse week. Hè, Franse daar, week komt ja, er, die Franse week die komt er aan. Nou, hartstikke leuk initiatief. Maar dan, wij juichen het ook allemaal toe. We hebben wel gezegd, en dat weet de organisatie ook, we hebben de handen vol aan ons rondje om de kerk op maandag. Maar wij willen overal aan meewerken. En de middenstand wederom. Maar daar zijn we daar even achter gesloten deur over vergaderd. Maar zondag 27 juli, dus daar maak ik ook maar even reclame voor hun. www.cob.nl zal het wel zijn. Maar die zijn zondag hebben ze de winkel open. En wij waren zondags altijd aan het opbouwen. Nou ja, tussen 12 en 5 weet ik wanneer de winkels open zijn. Dan zorgen we dat de Steenstraat hebben daar met onze materieel uit zijn. En de geluidsinstallatie moet het wel doen met Franse chansons en zo. Ja, dat is hartstikke leuk. Volgens mij die sponsoren buiten het land van Kuik, die zeggen wel bijna allemaal, of ik nou een Van Rij ben, of een Uje, of een Kuik, van hoe kan dat nou in Boxmeer? Ja, wat kan in Boxmeer? Ja, hoe krijgen jullie nou allemaal gedaan en geregeld? Zeg ik, ja, goede vraag. Wat bedoel je? Ja, waar haal je al die vrijwilligers vandaan? Ik zeg, ja, dat is die zijn er al. Ja, die zijn er. Dat zie je het Boxmeer wel een beetje. Verzin iets, dan gaan we eraan beginnen. Overigens ook een oploop, leuk initiatief vindt, ik weet niet wat die is. Ja. Maar ook in Boxmeer is dat. En honderden mensen. En je mag overal inpluggen voor je stroom. En ze zetten de auto buiten Boxmeer. En ja, super. Nou, wordt dit jouw tweede ronde? Ja. Twee streepjes. Krijg ik dat blaadje vol of niet? Nee. Nee? Nee, dat heb ik ook gezegd. Dat is ook, nee, ik ben meer een projectmens. Ik zeg, bel me op 1 juli. Nee, daar ga ik niet. Is dit jaar dan wel het laatste jaar? Of zeg je, Gezegd, maar... Nou, weet je, laten we eens even van 3 jaar uitgaan. Volgens mij zaten we vorig jaar pas op 27 juni bij de notaris. Ja. Maar, dus daar kun je dan 3 jaar bijtalen. Maar jij lijkt me ook wel een goeie. Ik bedoel, ik wil zo oversteken. Ja, ik niet. Nou, maar... Oh, jij niet. Ga je wel op mijn lijstje zetten, maar ga verder. Ja, dan zet hem op. Lijstjes zijn geduld, papier is geduldig. En dan weet ik als een ander. Daar heb je gelijk in. Heb je wel een doel, zeg maar, uiteindelijk waar je van hebt, de ronde heb je vorig jaar gered. Dit jaar komen er wat oude elementen terug, zeg maar, die wel weer nieuw zijn. Skileren zit erbij. Heb je nou, zeg je nu van nou, ik wil... Toch, als ik volgend jaar, wordt het dan je laatste ronde. De laatste ronde. Dan wil ik dat het een richting opgaat. Of heb je dat gewoon helemaal niet? Dus of zie je wel wat er volgend jaar weer gebeurt? Zeg maar. Ja, stop maar. Want ik wist na 2 woorden al wat ik ging zeggen. Okay. Nou, ik wil je helpen. Je bent lang van stof. Maar goed, daar ben ik journalist voor. Ja, dat is niet altijd zo. Maar goed. Oh, sorry. Mijn antwoord is... Nou, weet je, ik ben gewoon een straatvechter en ik wil altijd gewoon super mijn best doen en een goede prestatie neerzetten.
En ik denk dat wij vrij snel qua investering, dus om renners te contracteren, met stip op één staan. Dat weet ik al. Dat heb ik uit de gesprekken met andere organisatoren van of rondebazen. Ik ben geen directeur, dat is van Stichting De Weijer. Mm-hmm. Maar bij rondebaas, dat is weer een ander woord. Ja. Maar die andere rondebazen, die zien ons wel een beetje met arge zogen aan. Van, oh jee, wat gaat daar gebeuren? En dat kan niet anders met al die vrijwilligers. Maar in het bijzonder die sponsoren. En die zeggen ook, ja prima Pierre, doe je best, onze steun heb je als je vast zit. Ik heb nu ook een aantal die zeggen, Josje, ik doe niks, maar als je niet uitkomt, dan bel maar. Uh-huh. Dus ja, die weten al dat ik ga komen. Ja, dan weten ze het vast. En de telefoon maar aan, ja. Ja, en om er een prachtig rennersveld neer te zetten. En dat is wel dat wij zeggen, joh, wij gaan toch een beetje op de stoel zitten van het wielrennen, van de oude organisatie. Het moet wel een wielerevenement worden, om dan een beetje te chasseren en tegen de horeca aan te schoppen. We gaan er geen kermis van maken. Wij bepalen wat er gebeurt. Dat is al bij de Geuzennaam toch een beetje kermiskoers. Hè? Ja, ja. Ja, dat is sowieso. Maar, je weet niks van wielrennen. Nee, dat weet ik. Maar je bent ook lang bestof. En dan mag ik weer. Oké. Okay. Het is een wielerronde met grote namen. Maar uiteindelijk is het toch een beetje fietsen voor de leuk. Zeg maar, hè? Dus ja. Het is toch een beetje kermis, of niet? Ja. Dat is het. Als je kijkt, als het echt over wielrennen gaat, we kunnen natuurlijk niet ons gaan meten met een luik, Bastenaken, luik. Maar dat gaan we ook maar niet doen. Nee, dat is het. Maar het is ook Daags naar de Tour. Dat is ook wel ons voordeel. www.daagsnaardetour.nl, want anders vergeet ik het. Daar wij heel veel voordeel bij hebben. Zaten we een week of twee weken later, dan was het veel lastig. Mm-hmm. Veel lastiger, ook met die sponsoren natuurlijk. Nee, maar mijn vraag was meer van, moet je wel zoveel geld steken in een sponsorgeld in een enorm rennersveld? Of moet je gewoon zeggen, ik regel de beste 10. Nou, net stoelen je met de hoofd, maar dan ga ik het nu toch zeggen. Maar ik denk, als eentje van heel ver weg de Tour wint en wij gaan die hier naartoe halen, dan draagt dat niet toe. Kijk, als Wout Poels hem gaat winnen, dan weten we wel uit welke kant de meeste mensen komen. Mm-hmm. Maar hij komt uit Blitterswijk. Maar dan wordt het heel druk. Nee, ik denk het niet echt. Maar heel veel mensen komen ook voor de gezelligheid. Maar goed, de gratis toegang die we ingevoerd hebben, daar was ik dan wel. Dat was een voorwaarde van mij om het gewoon voor iedereen toegankelijk te maken. Ook de mensen met een smallere beurs of die misschien keuzes moeten maken, die zijn welkom. En dan nou ga ik weer de horeca de gordijn injagen en breng eens een coolbox mee naar Boxmeer. Zo wordt. Maar dat snap ik natuurlijk wel, omdat een stuk van die entree in die consumptieprijzen zijn verwerkt. Maar goed, de praktijk is zo dat wel meevalt. Dus die moeder die met haar kinderen de hele drie weken de Tour de France zit te volgen, die moet hier toch hun favorieten kunnen komen kijken. Het is toch belachelijk dat je er 6 tientjes voor moet betalen. Mm-hmm. Dat was mijn motto en gelukkig deel ik dat met de meerderheid. En dat vind ik ook. Nou ja, die vinden het dan wel leuk om dan uiteindelijk een antwoord op je vraag te geven. Dat natuurlijk wel toonaangevende renners zijn. Mm-hmm. En daar willen wij een mooi rennersveld voor hebben. Maar nou, komt er een toerwinnaar die uit Nederland komt, dan komt hij ook hier fietsen. Oké, okay, die garantie geef je? Die geef ik, ja. Een top 5 ook? Daar moet ik nou wel namen gaan noemen. Nee, maar als de Nederlander bij de top 5, die komt. Hier. Ja, ja. Top 10 zelfs wel. Ja. Top 20. Ja, er zit een top 20. Paar pijnlijke dingen in, maar die ga ik voor tv niet vertellen. Dat heeft met vorig jaar te maken met mijn uitspraken. Ja, je hebt een paar renners gezegd, graag of niet, hè, zeg maar. Ja, ik kijk meer vooruit. Ik noem het dan maar de grote verzoening die nog moet gaan komen. Goed, tot slot nog. Hè. Je noemde straks die andere rondes, hè, die met argus ogen naar Ronde van Boxmeer kijken. Er was een tijd dat die rondes met elkaar spraken over misschien wel samen kijken of je niet in gezamenlijkheid renners kunt contracteren, zodat je... Stop maar. Ze hebben de pech dat hier nou een Einzelganger aan het roer staat. Ik zal het vriendelijk zeggen, maar ik zou niet weten waar ik met hun naam moet. Waar hebben die voor nodig? Een korting? Ja, ik heb mijn hele leven al heel veel korting bedongen. Dat kleinigheidje, dat krijg ik ook wel geregeld. Nee, okay. Goed. Welke renner komt er wat jou betreft zeker?
Aan renners. Ja, weet je dat? Nee, dat is ik op Tram Poels zijn stoel. Dat regelt wel allemaal. Die had ook maar je hebt gevraagd. Geen voogd, je kent er niet eens. Nee, in, denk ik. Die had wel gevraagd om met de vingers van de knoppen af te blijven. Om te voorkomen dat het weer verkeerd gaat. Dus daar ga ik me niet over uitlaten. Oké. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Rest mij u allen te danken voor uw aanwezigheid hier bij Nieuwscafé. Ik wens u allen een fijn weekend.